allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Deze keer laat ik jullie verschillende spreads zien die je toe kan voegen aan je bullet journal. En het thema is eigenlijk make-up. Voor deze eerste beginnen we voor een spread voor mijn nagellak. Zoals je ziet, ik heb een hele doos vol en na een tijdje weet je gewoon niet meer welke kleur wel of niet leuk is. En het is heel moeilijk om uit te zoeken om het passend bij je kleren te krijgen. Nou, voor deze spread heb je nodig losse blaadjes. Tenminste, ik gebruik het wel, want de mus zelf heeft niet al te dik papier. Een fineliner en natuurlijk je nagellak. Allereerst doe ik even alle nagellak sorteren in groepjes van verschillende merken eigenlijk. En daarna doe ik het op de kleuren van licht naar donker. En op die manier kun je gemakkelijk deze spread maken. Het concept is eigenlijk heel gemakkelijk. Voor elke kleur zet je een klein streepje op het veldje. En daarbij zet je de omschrijving van de nagellak. Elke pagina geef je een titel. Deze was van Essence de Isle of Trends nagellak. En op die manier heb je eigenlijk een overzichtje. Hou even rekening mee als je hiermee bezig bent dat je een raampje open hebt staan, want wij waren dat vergeten. En je wordt een beetje loopy van alle lucht ervan. Zorg ook dat de nagellak voldoende tijd krijgt om in te drogen. En dan het enige wat je dan nog hoeft te doen is in je eigen bullet journal te plakken. En zo heb je een gemakkelijk overzicht. Tweede en laatste spread eigenlijk van dit filmpje. Het idee hier is eigenlijk dat je al van tevoren een omlijning van een gezicht toet tekenen en dat je daarop je favoriete dag- of nachtlook eigenlijk vastlegt. Ik heb al voor jullie een schabloon gemaakt en deze zal in de omschrijving gelinkt worden, zodat je deze gemakkelijk gewoon over kan trekken in je bullet journal. Wat je eigenlijk doet, je pakt de make-up die je gewoon steeds gebruikt, waarmee je bijvoorbeeld een geslaagde look hebt gemaakt. En je maakt eigenlijk gewoon een soort overzichtje voor jezelf. Ik gebruik hiervoor een klein make-up kwastje om het make-up gemakkelijk aan te brengen. Precies eigenlijk zoals je normaal gesproken het op je eigen gezicht zou aanbrengen. Verder is, noteer je steeds wat het product is dat je hebt gebruikt. Eventueel het merk, als je verschillende merken hebt liggen. Het idee van deze spread is eigenlijk gekomen omdat heel vaak heb ik mijn make-up gedaan en dan denk ik van wauw, dit is eigenlijk wel heel leuk geworden. En probeer ik het de volgende dag weer opnieuw en dan ben ik eigenlijk alweer vergeten hoe en wat. Op deze manier kun je gewoon steeds terugkijken van hoe je make-up zat en het op die manier nacreëren. Als je inmiddels alle make-up hebt toegevoegd, ga je eigenlijk overal nog overheen met een fineliner om het gezicht iets duidelijker te weergeven. En verder is voeg ik nog onderaan de pagina toe dat bij alle looks nog eyeliner toegevoegd moet worden en natuurlijk mascara. En laat ik jullie nou hier nog eventjes de spread kan helemaal klaar zien. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Als je het leuk vond, geef deze dan een duimpje omhoog. En wil je dit soort video's vaak zien, doe je dan ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!